Goedemiddag, mijn naam is Eduard van Nieperen. Ik ben makelaar bij Ellen Mauta Makelaardij. En live te zien in Naarden. Ik ben op de Keizer Ottoweg nummer 14. En door middel van deze livestreaming wil ik je graag wat meer van dit huis laten zien. We zijn deze week gestart met de verkoop van het huis. Sinds deze week staat die op Funda. En vanaf volgende week kan je met ons het huis komen bezichtigen. Maar door middel van deze livestreaming wil ik je graag alvast wat meer laten zien en vertellen over dit huis. Dus leuk dat je meekijkt. Om te beginnen even wat meer over de wijk. Het huis, Keizer Ottoweg, ligt in de woonwijk Het Ministerpark van Naarden. En de Keizer Ottoweg is een hele rustige straat, zoals je hier kunt zien. Er komt net een fietser voorbij. Een hele rustige wijk met aan het eind... Gaat uw gang hoor. met aan het eind van de straat, de kant waar ik nu naartoe film, daar hebben we de Makailaan. En de Makailaan, daar heb je een aantal... winkels, een supermarkt, een slager, een bakker. En dus jij hebt daar eigenlijk alle dagelijkse benodigdheden. Hier in de straat, dan moet ik weer even terug. Halverwege, rechts daarvan, daar heb je ook een kleine speeltuin met een aantal toestellen voor kinderen om daar lekker veilig te kunnen spelen. En dat is wel leuk hier in de wijk, heb je eigenlijk wel verschillende van die openbare speelveldjes. Dus voor opgroeiende kinderen is dit eigenlijk ook echt een hele fijne plek. Daarnaast is op loopafstand het treinstation naar de Bussum. En diverse scholen vind je hier eigenlijk ook op loopafstand. Ben je een natuurliefhebber, dan heb je hier op een minuut of 5 lopen, misschien 10 als je wat langzamer loopt, het Naardenmeer. Dus echt een hele fijne plek. Goed, het huis. Het huis is gebouwd in de jaren 30. En als je op zoek bent naar huizen, dan zal je het wel herkennen als je het nu in beeld ziet. De overstek bij de kap, de erker aan de voorkant. Allemaal van die kenmerken uit de jaren 30. De voortuin is besloten, zoals je hier ziet. En er staat een beukenhaag staat ervoor. Dat geeft wat meer privacy. En er staat ook een bankje, want hier heb je ook de vroege ochtendzon. Later op de dag, de middag- en de avondzon, heb je in de achtertuin. Ga ik je zo laten zien. Groot raam aan de voorkant. Geeft een fijne lichtinval in de woonkamer. En de voordeur die ligt een beetje terug daarvan. En ook weer typisch zo'n jaren 30 uitstraling hier met het kolommetje hier rechts die je deelt met de buren en niet te vergeten het brievenbusje. Leuke details. Nummer 14, Keizer Ottoweg. Ik neem je mee naar binnen. En zoals je ook vaak bij jaren 30 huizen ziet, heb je eerst een tochtportaal, een vestibule. Hier dus ook. De deur is er tussenuit gehaald. Kan je eventueel weer terugplaatsen als je dat zou willen. En vervolgens komen we natuurlijk in de hal met de trapopgang. En helemaal aan het eind, de deur daar, dat is het toilet. Vroeger liep je daar rechtdoor de keuken in. Maar de keuken is nu open naar de woonkamer. En dat bood de mogelijkheid om het toilet wat ruimer te maken. Dus je hebt een stukje hal wat er extra bij nu de toiletruimte is getrokken. Het toilet laat ik even niet zien, want het is altijd lastig in beeld te brengen. Als je met mij of met een van mijn collega's dit huis komt bekijken, dan gaan we uiteraard echt alles laten zien. Goed, nou de woonkamer. Een gezellige woonkamer. En ik noemde hem net al op straat, de jaren 30. Erker aan de voorkant. En de voorkant is dus wat breder dan de achterkant. En in het midden van de lange muur zie je een mooie schouw met een gashaard. En de verkoper heeft hem even voor me aangezet. Voor de gezelligheid.
En wat ik heel sterk van dit huis vind, en van de ligging van dit huis, is dat je geen directe overburen hebt. Je ziet hier links het hoekhuis. En er zit dus een bocht, 90 graden bocht, in de Keizer Ottoweg. En nou, daar zitten we praktisch op. En daardoor kijk je leuk hier de straat door. Vind ik zelf heel prettig. En als ik dan iets verder draai, dan zie je daar de overburen. En dat zijn ook weer die mooie jaren 30 gebouwde huizen. En als ik hier dus bijvoorbeeld op de bank zou zitten, dan is dit een beetje je zicht. Nou ja, dat is toch ideaal. Straks als de bomen ook weer in blad staan, heb je veel meer groen ook. De radiator is omgebouwd. Dus daar zit een, nou ja, er staat een bank voor, maar je ziet het wel in het hoekje. Een wat diepere vensterbank. En op de vloer een visraadparket. Ook wel passend bij het huis. Nou, aan de achterkant plek voor de eettafel. Je kunt hier een mooie lange tafel plaatsen. En vaak zie je dat hier openslaande deuren naar de tuin zijn. Ja, goed, dat is hier in het verleden veranderd. Die hebben er wel gezeten, maar een vorige eigenaar heeft daar een radiator geplaatst met een vast raam. Je zou dat dus eventueel relatief eenvoudig kunnen veranderen, mocht je die wens hebben. De deur waar ik net doorheen kwam. En vanuit de kamer dus een doorloop naar de keuken. En die keuken die steekt dus een stukje uit ten opzichte van de achtergevel van de woonkamer. Dus je hebt hier anderhalve meter een opening. Dus het is niet helemaal open, maar wel je connectie met de keuken en de woonkamer. En ik vertelde net al, die keuken die was vroeger vanuit de hal toegankelijk. Dat zou dan hier zijn, op de plek die ik nu laat zien. En omdat die dus inderdaad dicht is gemaakt, heb je hier de mogelijkheid om hoge apparatuur te plaatsen, zoals hier gebeurd is. Inbouwapparatuur, veel bergruimte, ook een goede formaat aanrecht, zodat je ook werkruimte hebt. Hardstenen aanrecht. En aan de overzijde ook nog bergruimte en extra wegzetruimte. En natuurlijk de achterdeur. En die achterdeur die gaat naar de achtertuin. En van de achtertuin heb je een achterom. Ga ik straks laten zien. En dus je kunt ook gewoon achterom komen. Als je de fietsen bijvoorbeeld in de schuur zou zetten. Maar dat zal ik straks als laatste even laten zien. Nou, eerst even met de binnenkant. Nou, hier nog het overzicht van de woonkamer. Met in het midden dus de schouw met de gashaard. Dan neem ik je verder mee naar boven. Ik kom hier vanzelf weer terug. Mocht je nou meekijken aan het kijken zijn en niet de tijd hebben om helemaal uit te kijken. Deze streaming wordt opgenomen en die kun je later vandaag op de site van het huis terugvinden. En dan kan je hem helemaal uitkijken. Goed, de verdieping. Traditionele indeling. Dat wil zeggen twee grote slaapkamers. Een trapopgang daartussen, dat is deze deur, en een kleine kamer en natuurlijk de badkamer. Ik begin met de kleinste kamer, aan de voorkant van het huis. Vaak in gebruik als kinderkamer. Je kunt er ook een mooie werkkamer voor maken. Er zit een klein wastafeltje. En het uitzicht wordt een klein stukje geblokkeerd door ons mooie bord wat op het raam hangt. En deze kamer heeft om het hoekje, dan kom ik even in beeld, een vaste kast.
Dus dit is de kleinste. Dan gaan we naar de grotere kamers. Deze grote kamer is in gebruik op dit moment als werkkamer. Groot bureau onder het raam. Hele fijne werkplek, denk ik. Ook hier zie je dus weer dat zicht door de straat heen. En ik vertelde op straat al, het is een hele rustige plek. Dus het is hier echt niet een komen en gaan van auto's. Kinderen spelen hier op straat. Maar dit is, wat ik al zei, nu werkkamer, maar uiteraard een fantastische kamer ook om gewoon als slaapkamer te gaan gebruiken. Prima maatvoering. Met ook hier weer een inbouwkast, een vaste kast. Dus een kleine kamer aan de voorkant, deze kamer aan de voorkant en dan gaan we naar achteren. En aan de achterkant, daar is natuurlijk ook de badkamer. Ik laat je eerst even de derde slaapkamer zien. En ook deze heeft weer vaste kasten. Die zie je hier links. En heel leuk aan de achterkant dubbele deuren naar het balkon. En dan heb je dus zicht op de achterkant. De tuin ga ik straks nog even naartoe natuurlijk. En nu zie je door de bomen achterliggende huis. Maar in de zomer, dan is het hier helemaal groen en ziet je echt heel goed vrij. Badkamer. Die zit hier dus naast. En die badkamer, ja, is niet nieuw meer, maar zeker nog goed te gebruiken. Het is niet dat die direct zou moeten. Alhoewel, ja, weet je, als je een nieuw huis koopt, dan kan ik me ook voorstellen dat je dat wel doet. Maar nogmaals, echt geen noodzaak. Je hebt hier een douchecabine, een tweede toilet, een lichtbad en een wastafel. Dus hij is compleet. Dus drie kamers en de badkamer. Maar daar zijn we er nog niet. Want we gaan naar zolder. En die zolder is opvallend hoog. En daardoor ook echt nog goed te gebruiken. Op zich netjes ingedeeld met twee slaapkamers en een goede voorzolder. Om te beginnen dus de voorzolder. Voor de wasmachine, de droger. Die zit hier onder dat houten blad. Groot raam, dus je hebt hier ook weer veel lichtinval. Laat ik het nog maar weer een keertje zien. Heb je natuurlijk ook de welbekende knieschotten voor berging, wasmachine, droger, klein wastafeltje en dus twee kamers. Aan de achterkant over de volle breedte van het huis. En hier zit ook een dakkapelletje. Slaapkamer. En dan zie je nog een deurtje, daar hangt de cv-ketel, die is daar netjes weggewerkt. Sportjes in het plafond. Mooi nisje dit voor een bed. Ruimte voor een bureau zoals je ziet. En aan de andere kant iets kleinere kamer, maar wel meer vierkant.
een losse kast. Dus die zou je even weg moeten denken. En ook hier weer een groot dakraam. Er zijn hier genoeg huizen in de straat die hier ook wel een grote dakkapel aan de voorkant plaatsen. Dan maak je nog meer ruimte. En dan zou je met gemak hier ook nog een tweede badkamer kunnen realiseren. De aansluitingen zijn er, zoals je hier ziet, water aan- en afvoer. Dus dat zou eventueel kunnen. Nou, ik vertelde net al, het is een hoge kap, een hoge nok. Dus hierboven, en dan draai ik me eventjes om, is ook nog een goede maat zolder. En we zien hier een luik. Die kan ik uiteraard nu even niet openmaken. Maar daar is heel veel bergruimte voor. Koffers, je kerstspullen, noem het maar op. Nou, voor degenen die net zijn ingeschakeld, ik ga weer naar beneden. Dan ga ik alle ruimtes nog even langs en dan eindig ik zo meteen in de achtertuin. En heb je nou geen tijd om dat nu nog mee te kijken, maar ben je daar wel benieuwd naar? Kijk dan zo meteen even terug op de site keizerottoweg14.nl. Want halverwege de dag of eind van de dag sowieso zal je opname van deze streaming daar terug kunnen kijken. Goed, de zolder. Dus twee kamers voor zolder. En dan ga ik weer terug naar de eerste verdieping. Zo. Begin ik bij de badkamer. Complete badkamer met, zoals je ziet, wastafel, een lichtbad onder het raam. Toilet en een ruime douche om het hoekje. Dan zijn er dus drie kamers. In totaal dus vijf slaapkamers. Goed formaat slaapkamer aan de achterkant met toegang tot het balkon. Dubbele deuren. Deze kamer heeft ook twee ingebouwde kasten. Die zien we hier. Dit is de deur naar de trap naar zolder, waar ik net vanaf ben gekomen. De voorkant. Nu werkkamer, maar prima slaapkamer. Een groot raam aan de voorkant, waar je leuk de straat doorkijkt. Ook weer met een ingebouwde kast overigens. En datzelfde geldt ook voor deze kleine kamer. Ook die heeft een vaste kast, ingebouwde kast. Ja, dat is een prima kinderkamer of een werkkamer. Zet je hier al je kasten neer, dan is het ook een kleedkamer natuurlijk. Dus ja, vul het maar in. Nou, dan ga ik weer terug naar beneden. Met de voordeur en het tochtportaaltje. Ik vertelde net toen ik hier net binnenkwam. Het tochtportaaltje dat is opengemaakt. De deur is eruit gehaald. Maar die zou je eventueel weer terug kunnen plaatsen, mocht je dat willen. Leuk raampje daarboven, zie je. Nou, vroeger liep je hier rechtdoor de keuken in. Nou, die keuken die is opengemaakt naar de woonkamer en daardoor is die deur dichtgemaakt. En is het toilet dus groter gemaakt. Er is een stukje hal bij het toilet gekomen. Gezellige woonkamer. Met de erker aan de voorkant. Mooie diepe vensterbank.
De voorkant, voorkamer is wat breder dan de achterkant. Dat zie je wel vaak in dit soort type huizen. Maar die breedte is nog steeds hartstikke goed. En je hebt mooie ruimte voor een lange tafel zoals je ziet. Aan de achterkant. En dan ga ik je nog eventjes de achtertuin laten zien. Via de keuken. Keuken met inbouwapparatuur. Veel aanrecht. Hardsteen. Veel opbergruimte ook. En een prima achtertuin. Vrij gelegen. En straks als die boom die ik nu in beeld heb weer helemaal in blad staat. Ja, weet je, dan zit je hier helemaal vrij. Dan zie je niet eens de bebouwing hierachter. En hij ligt voor de werkenden onder ons perfect op de zon. Hij ligt op het westen. Dus je hebt hier de middag- en de avondzon. Maar ook die voortuin kun je goed gebruiken vanwege het feit dat het zo'n rustige straat is. Tuin met achterom en dus de stenen schuur die je hier in beeld hebt. Achterom gaat achter het huis of achter de schuur langs en het is de laatste van het achterom. Dus verder niemand die achter je huis langs loopt. Nou, en hier heb je dan het huis in beeld aan de achterkant. De buren die hebben het stukje balkon bij de badkamer getrokken. Dus dan heb je nog een grotere badkamer, zoals je hier links ziet. Ja, weet je, dat zijn opties. Je kunt ook de woonkamer uitbouwen als je dat zou willen. En er zijn hier diverse mogelijkheden eigenlijk. Als je nog wat meer ruimte zou willen creëren. Eventjes het geheel. Ja, met hier een terras. En plek voor een gezellige tafel. Of tenminste een tafel waar je gezellig aan kunt zitten. Eten. 'S Avonds in het zonnetje. Nou. Heb ik hem helemaal doorlopen. En ik vertelde aan het begin al, als je nou het huis in het echt zou willen bekijken, want ja, dat moet je uiteraard wel doen om ook een beetje gevoel erbij te krijgen. Nou, dan nodig ik je uit om het huis met ons te komen bekijken. Dat kan vanaf volgende week. Volgende week starten we met de bezichtigingen. Maar wil je voorafgaand daarvan nog even wat meer informatie, zoals de plattegronden? Nou, dan nodig ik je uit om even naar keizerottoweg14.nl te gaan. En dat is de site van het huis. Daar hebben we dus de plattegronden. Daar hebben we een filmpje ook van het ministerpark. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, als je hier nog niet helemaal bekend bent. En onze contactgegevens, want nou ja, goed, nogmaals, dan maken we graag een afspraak met je als je dit huis wil komen bekijken. Dan nodig ik je uit om even te bellen of even te mailen, WhatsApp berichten sturen en dan plannen we graag een afspraak met je in. Voor nu bedankt voor het kijken en goed weekend alvast.